Goedemiddag Suriname, we hebben, nee, we hebben een Natori, dames en heren, vol commentaar. De bodegitaki. De commentaar in die zin, heeft veel gasten. Ik heb niet eens een hond. <laughs> Ik heb niet eens een poes, niet eens een kakkerlak. Ik praat alleen. Ik ben blij dat je niet heid wilt, omdat je geen hond Oh, ja, Heids. Maar goed, hoe gaat het met u? Is het een mooie dag deze donderdag? Nee, deze woensdag? Mindrimo, mindrimo, met takalasma odi. Heremi, mindrimo. Zoals metjes monik ba. Me bedoel taki. mijn mi man tak, drie Met week mijn taki. Dames en heren, goedemiddag nogmaals. We zijn op 91,7. En we zijn op Lim FM Su. Voor de mensen die naar internet luisteren en voor de mensen die naar ons kijken, zijn we op. Vermeen uh, karazani FB, Facebook. Ik heb een view met mijn telefoon, fast-faziepje. Ik Om een fast-faziepje. Ik heb een mijn telefoon, maar misschien moet ik restarten. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Goedemiddag. Ik groet de mensen die jarig zijn. Ik denk aan Lisbeth, mijn zusje. Lisbeth werkt bij SRS al jarenlang. Ze is daar de trendsetter, daar waar het gaat om social gathering. Lisbeth Zeeweek heet ze. Mooi vrouw, man. Isabi. Mm -mm. uh, lobby Brasa, zoals je ziet, de Brasa extra. En soms zeg ik tegen haar van, ik word, ik word volgens mij meerdere keren in het jaar jarig al Lisbeth. Gefeliciteerd, feliciteer Ze uh, is een, uh, ja, een goede vriend van me. Uh, en ik feliciteer haar en ik wens haar een heel mooie dag toe. Vandaag. Lisbeth, Isabi. Life begins at. <laughs> Lisbeth, ik heb echt nooit deze vrouw boos gezien. Ze is altijd vrolijk. Echt van die gezellige, ja, weet je, weet toch, van die gezellige mensen. Waarmee je leuke dingen kan doen, toch? Je so, kan hier leuke doen met saaie mensen. Uh, we gaan een beetje borrelen. Dat is Lisbeth Dinakro, dat is het een gezellige boel. Of buiten de stad, dat begint ze vanaf in de bus te zingen. Uh, we gaan nog niet naar huis. En, en dan leuke dingen. Dingen organiseren, personeel bijeenbrengen. Ze is daar heel erg goed in. Liesje gefeliciteerd. Uh, en ik hoop dat trouwens de directeur daar is ook jarig, heb ik begrepen. Uh, Ernie. Driek of SRS, mee versteer ook toe. Eh. Uh, en dan moet ik, uh, vandaag is 28 jaar, ik, ik had nog iets anders om, uh, om te feliciteren, behalve, uh, behalve Lisbeth. Ik zal bij mijn chemie eens Schrijf schrijf dan zal je dat mee vergeten, want volgens mij, het was maar een trasma voor de jaar, oei, oh, ja. het was maar voor een trasma voor de het was maar voor een trasma voor de jaar, uh, maar ik Luke even, Eva zal wel later binnen schieten. De mensen die een sterrenverval hebben, wil ik... Uh, wil ik. Uh, nee, oh, nee, ik weet al. Ik moet Giel Eik feliciteren. Ja. Ze is niet jarig. Giel is 5 maart. Maar waarom moet ik deze collega van mij. Uh, feliciteren, Geeltje. Giel gaat naar China. Dus eigenlijk belde ik mijn zoon. Uh, en ik. Uh, ik sprak Giel... En Gail Taimi, uh, of eigenlijk probeerde ik de, de broer te bereiken, want ik, ik wilde hem graag in de studio hebben. Maar Gail, takkie, ik ben niet op het plein, Cliff. Ik ben bezig met mijn koffers, want ze gaan naar China. Dan sta je naar Pego en toen heeft me uitgelegd. Maar het was zoveel, ze dus zei: van ey, heb dat ding voor me. Ze heeft voor me geappt. Uh, Gail is in China uitgenodigd, dames en heren, in China. Hé, uh, jongens, sorry, 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 dit is mijn fout. Zet een foto van die mooie vrouw van mij me, nou. Met Takira de meisje mee Ik ben geen geel. Zet een foto van die mooie vrouw. Met die mannen zien. Isabi. Taki en Tradi. Taki je bent een mooie vrouw hoor geel. Ze gaat naar China. Uh, en, en ik power er van deze plaats uit. Ze is gepikt door China. In China wordt een platform meeting gehouden. Voor media-influencers, dus mensen die uh, veel volgers hebben, begrijp je, en uh, veel in beweging kunnen brengen als ze iets posten, dan zijn dat uh, heel, heel veel mensen die erop afkomen. En uh, voor de influencers van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, en uit elke, land, de China, met elke, uit elke land waarmee China goede betrekkingen mee heeft, de man Purwa hebben ze één persoon uitgekozen? Nou, Geel mag trots zijn, want ze is, ze is uitgekozen. Kijk daar. daar. Ja, ik zet hem niet in beeld, dit is hem. Ja, maar wie kent Geel niet? Ze is uitgekozen, deze vrouw. Uh, uh, en zij gaat dus namens ons daar uh, als influencer. Geweldig. Uh, I like it, I like it. Uh, ziet er goed uit. Uh, deze uitnodiging en daarnaast heeft ze met die ploeg van Sun, waar ze werkt, Sun Web TV heeft ze dus een, uh, een productie gemaakt in verband met 170 jaar Chinese emigratie en uh, met de productie heeft ze dus meegedaan aan een short video contest en Awini een bronze award derde plaats, bronze award nou dat is toch mooi en ze gaat tijdens een ceremonie, dames en heren, haar award namens Sun in ontvangst nemen. Ik wil deze Surinaamse vrouw, deze collega, media vriend, uh, uh, ik wil haar complimenteren. Ik feliciteer haar met uh, deze geweldige stap. Ik wens haar veel succes toe in China. Uh, ik wens haar veel succes toe tijdens de meeting met de influencers. En ik wens haar veel succes toe bij de ceremonie om haar award in ontvangst te nemen. Ze is een harde werker. Eigenlijk uh, heeft veel betekend. En ik mag het zeggen. Voor Appendi Televisie, Radio. Uh, nu is ze bij, bij Zin. En daar heeft ze van de prachtige report, reportages en gesprekken. Gail Eik, gefeliciteerd. En make the best of it. Zet hem op. Je kan het. Je weet precies wat je moet doen. Om jouw stempel ook daar in China te drukken. Dus ga er voor me, schat. Wij staan achter jou. Nou, daar we dat, uh, ik dacht inderdaad dat ik me Maar toen dacht ik dat ik... Hoe zeg je dat? Iemand die jarig is. Maar ze is niet jarig. Ze is wat anders. De mensen die ziek zijn wil ik uh, beterschap toewensen. De mensen die een sterfgeval hebben. Vanavond is de...

Melvin Waterval. Heel veel. Heel veel sterkte toe. Toegewenst, dames en heren. Ai president, president, president. Wat je leren, jonge president. Wanneer gaat u het leren om deze houding, dit gedrag, achterwege te laten? Die wat koffietran is naar overdosis. Mijn nee, god, dat is niet goed man. Ik drink koffie, traga. We hebben, dames en heren, de beelden. Ik, uh, misschien daarom, ik zat uh, constant te kijken naar de reportage op uh, Star News, uh, DTV en, en Sun. En op een gegeven moment heb ik zelf Anita gezegd van, hey, ik ga snel die link met jou maken. En we hebben de link gemaakt, de toestemming gehad. En we hebben die beelden ook laten zien op uh, op, uh, op, ons, uh, op onze page en op de radio. De Veiligheidsbonden zijn in vergadering. De mannen in actie, de mannen die in vergadering. En de man waka go naar het kabinet van president. En ook enkele mensen van de verpleging, ik dacht. De bond van meneer Paul, Lloyd Paul, die maakt ook toe, naar kabinet. En de veiligheidsbonden, uh, volgens mij uh, brandweerbond, uh, veiligheidsdienst enzo, zo is bekend bij u. Die mannen zijn ontevreden, omdat de maand tori city Van voorzieningen tot bevorderingen tot uitrusting, de maand tori city. En de Mango actie, is zijn verhaal gaan halen bij de president. En De, pre de president is die naar buiten gekomen. De president zeggen we zo, neem je worden dat die slingerbeertje want dat is een beetje negatief nog. En ik, ik heb ook nooit afgevraagd wat betekent dat. De president zeggen nou dame cadeau ik heb ze zelf ook nooit eerder gezien. Dus wat dat betreft, Atompay, ik heb u alleen. Atompay, ik ken u niet, ik heb u nooit gezien bij de gesprekken. Maar president, dame, een dame die daar werkt. Mo tagi, Ellek, Mibedrape, dat president tagi Ga Gaat de mensen spreken namens mij. Abodemi, Abodemi, Este, die is weggelegen. Mibodegi, mi president, apresse. Sorry hoor, maar gaat u zelf. Ik eet geen Santoki. Ze vragen naar een excellentie en dat ben ik niet. Gaat u naar ze luisteren? Ik eet geen Chan. En ik heb niks beloofd. Dus gaat, dan moet u gaan. Maar natuurlijk, dan ben je gelijk daarna. Als je die grap zou uithalen, dan heb je een probleem met hem. Maar president, En dit zijn de missers toch? Dit zijn de missers. Ik kan dat zeggen, Maar dat is maar op je mik bepaalde opmerkingen dat die man overdraagt. Dat je ook kan aan die lange tiende. Wanneer mensen gaan zeggen. Wanneer mensen gaan vergelijken. Dat je raakt toch pres. Teresma op die accidents heeft af. Die den boeren kon drapen. Ik kon. Ik kon. En ik ontvang de man. Ik ontvang de man te pas stoepen. En alsof dat niet genoeg is. Ik taai die jogi, president van. Laat ze blijven, geef ze een hapje en een drankje. Ze moesten zich thuis voelen bij u, onder uw vleugels, de boeren. Omdat mensen hebben gezegd, de mensen, a conclusief des je hebt er als politicus belang bij, dat die groep, de reisboeren, dat ze niet lang boos op u blijven. Isabi, brandweer... Brandweer in actie. De man die we rukken niet uit. Die mannen waren ook daar vanmorgen. Veiligheidsdiensten, eigenlijk zijn het jouw mensen, president. Het zijn jouw mensen. De veiligheidsdiensten zijn jouw mensen. Benami Kadaki, als, als ik de structuren ken. De mannen vallen rechtstreeks onder jou. Na Yousma. Ja, opperbevelhebber. Na Yousma. kom naar buiten. Hoef je bang te zijn. Ef mi bega wa presi. Da mi wan de. Da mi sap dak de ma e de faya. De no lost to me. De me nam tapuan... Me, me belu sani sa mi E de denga di ek tu De se me boos.

Pe omrenk met solke langa denge. Langa denge. E di langa denge se yon sou lang. Beina mwilak te drake. Misi wap de may hore nanga tou anou. Sou lang se yon di denge. Sou lang. E vi xa loup fa loup langa. Dawan trawa wap bou xat loup. Pa ma hore ondre anou. E vi si den kon tapas tupu. Anga de mang. alsof dat niet genoeg is later mobiele eenheid, rij naar bus met, uh, met baskita en al helm ben je zeker dat je scherp schotter bij het in een top ook toe buik bijna zeker dat je aan het dak voelt en je scherp schotter bent bij het in kabinet waarbij je aan het doen ontplofbare stoffen aan het doen met handgranaten aan het dak ben je bijna zeker bij het VAT zeker was Schutter ook bij, bij, bij stationair en kies bij het zuid maar matro Maar ik weet niet dat ik zoveel veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen. Dan me veiligheidsvoorzieningen, dat ik moet het ook doorzetten. Want als ik met zoveel veiligheidsvoorzieningen, dan kan ik bijna niet meer in mijn blijven, trots in de massa moet beschermen. Terlepas mino kan jeng. Demaf min drape. Nam nekong. Luka Hasan, asan. Als di presiden. Bedewa manangah kesah. Manasat. Dat na min meaning. Inaf di insang. de Molisi. Molis fur eb. Ef minaw. Ef minaw manangah kesah.

Imsab kor tu model de imsab kor korisme mana mou te tual iya haba en disen a dou manipulasi metaki saka fasi metaki Imus mou smankong dou a me komme si, me pot me anou sador me 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 kadoro tak mein folok hir main falak. folok en e mou bar sangji afrosam si drap en a afer plise atas. Samsie en na life, u stan, u staki. Laat die op don. Afrontega sa in lettergripen. Alla, alla word, ik kol ik Inderdaad, want donder. Laat die op donderen, man. Middag zang, a ik aan microfoon baby even. Laat die op donderen. Andreas laat die op show de meter man. Kijk, iemand kan zeggen ga weg. Maar als iemand zegt show de meter op. Show de meter op.

ja, nog, nog 9 maanden dan ga je zien We gaan je weg op de Men zo En ik zou zeggen Mijn snap zo zo mijn, mijn, mijn veiligheid is up to date En die leiding van die actie Is verantwoordelijk Want die leiding van die actie Heeft opgeroepen dus I'm counting also on them Want Atompay viel terecht gezegd Rustig maar at een pijn weer maar om toch bepaalde dingen te roepen. Ik zou daar staan. Maar wanneer je het gezegd hebt dat tegen taka microfoon. te a microfoon. Of een microfoon of faszning. Een een de tijd in de maze dagy. Volk. Evi aba, maar dan moet je het hebben hoor. Dan moet je het wel hebben, dus je moet het altijd proberen. Evi aba, evi aba, zeg. Evi aba, uitstraling, acharisma. Dat dit, mensen, volk van mij, dat allemaal ze die het tampi. Allemaal is. Allemaal is zakadinschaf. Dat gaat men luisteren naar. Wat je te zeggen hebt. Maar ik ga je zeggen. Wanneer je weg Dat is mijn mening. Maak het alleen maar erger. Want de bonden staan daar. En weet je. Mijn leraar is niet een Want mijn zijn niet tussen de regels. Want Amantaki en Smataki. Wij gaan van hier. Ik heb bijna een gat in de lucht gesprongen. Want ik vond dat het juiste. Besluit op het juiste moment. Maar Atompai, we gaan weg van hier. We gaan ons terugtrekken. Daar heb ik niet meer gekeken. Ik weet niet volgens mij zijn ze, ze verder op gaan staan. Oh, ik We gaan eens opnieuw, jong. Dat maakt Wat Atompai zei. Hoe kan je Maar dan krijg je een confrontatie met al die mannen hier met mitrailleurs. En dat is ook zo. Want je kan als je kan lekker op je kamer zitten en je voelt je beschermd en je denkt van ik praat niet met ze. Wat denken ze wel? Dat je voor 10 maanden push. Je gaat niet op die mensen kunnen schieten, toch? Je gaat op ze schieten. En als je als je, op ze, als je hebt, als je op ze hebt geschoten en één gaat dood, heb je nog een groter probleem. Ook al bestormen ze het kabinet. dan gaat niet op ze schieten toch. Want als je dit dan zijn je dagen inderdaad geteld als leider van het land. Want dan gaat men met je afrekenen bij die verkiezingen. Dus terecht zegt Atompay, we, we kiezen niet voor confrontatie. En confrontatie is natuurlijk niet, uh, is nooit goed. Maar arrogantie is ook niet goed. Confrontatie niet, maar arrogantie ook niet. Wanneer mensen in actie zijn, moet je ze niet onderschatten. Wanneer mensen in actie zijn, moet je ze niet onderschatten. Wanneer mensen in actie zijn of aandacht vragen voor de problemen, moet je naar ze luisteren. Je moet ze niet het gevoel geven: van nou zomaar. Ik zit hier en wie zijn jullie? Je moet een keer praten met de mensen die daar. Die, en ik zeg het als voorbeeld hoor, want Dallik de Mago Harwa alleen. Laat me het anders zeggen, want dadelijk de Mago dat ik ben bezig mensen op te zetten. Laat me het anders zeggen. We hebben in de geschiedenis van Suriname een actie gehad van militairen. En de wijze waarop de leiding van het land omgegaan is met de situatie. Als de man begot te opvol om na de 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 muitende militairen, de morrende de, de morrende militairen en no de man padvinder en hij no verniederde man uit de kazerne van de de uit de kazerne hadden we misschien een andere situatie. Als je kan inschatten want die mannen hebben wapens. Isabie, en ze zijn in actie en je gaat, je gaat, je gaat, een, je gaat ze opjagen. Je jaagt ze weg uit hun eigen hoofdkwartier. Dan ontstaat er een spanningsveld. En je bent zo onverantwoordelijk om ook een gewapende, een andere gewapende macht op ze af te sturen. Dan ben je inderdaad niet correct bezig. Dus het mag niet zo zijn dat een leider of een president lekker op zijn kamer zit en denkt: van laat ze maar in de zon staan. Isabi, niemand komt mij opdragen om naar buiten te komen. Ik heb geen afspraak met ze. Laat ze opdonderen. In het buitenland zou je dit niet kunnen maken, want het buitenland, des manelu kulangagong na desade. Maykon tekit titapak. Te te. Demaykon ten camera kon Ten you camera. Gelukkig misschien zien aan de andere kant dat we in Suriname, dames en heren, dat dit volk anders denkt anders is. Ik vraag me alleen maar af, hoe lang gaat het zo blijven? Dus, eigenlijk moet je, wanneer mensen zo ontevreden zijn, en wanneer mensen zich daar aanmelden, Isabi, laten we ophouden door andere mensen voor het karretje te spannen. Want geef me een moment met Luca live. ama ama atom, Ter in Luca, herhaling, of als het nog op FB is. Terwijl afro, etakie, want ama tajafro, ama amma, nasabafro. Ik ken u niet, nooit bij de gesprekken gezien. En op een gegeven moment, terwijl een vrouw zei: Amandra en was niet zo beleefd. Was niet zo beleefd. Maar die vrouw sprak tot. Atompaai's rug. Je moet goed kijken, die vrouw sprak tot zijn achterhoofd. Amandra en Baga, en En toen kwam Paul in. En, uh, en Paul heeft die mevrouw gezegd: Want dat deel heb ik, heb ik gemist. Want volgens mij is aan de mensen gezegd: Er is, er is vandaag. Een gesprek met de, met de, met de, met de gezondheidsbonden. Wie denkt dat ik poels Pools reef, nou niet waar het over gaat? En uh, uh, ja, maar Ik zeg. Ik zeg, dat is allemaal een bericht, En ik heb begrepen dat de president de bonden wil ontvangen vrijdag. Isabi. Uh, het is niet goed. Maar laten we kijken wat uh, het resultaat is. Die mannen zijn, die mannen zijn in actie. Uh, ja, in actie moet ik niet zeggen. In actie. Vraag ga ik met veel apps werken hoor, want uh, gasten, nee. ja, ik ga toch een uitzondering maken. Ik dacht inderdaad, ik had de mensen beloofd. Ik heb zo'n grote vriend van mij die vandaag jarig is. Mensen, neem me niet kwalijk dat ik inbreek met een felicitatie. Maar meneer Gino Rudy Lepelblad, inderdaad. Hij is 83 jaar geworden. Oom Lippe. Isabi. Mensen, deze man. Laat me deze story even geven. We gaan nergens. Uh, laat me even een aantekening maken waar ik dat van de bonden straks moet oppakken. Uh, waarom zij actie zijn. Meneer Lepelblad. ama kon jawang bagan na na for an opname tun ik nog het programma senior spiegel daar die man may dames en heren, terwijl ik hem voor het eerst heb gezien. Mino mang damas do ledjaso, emis do ledjaso, pemis do no. Dama et taimi, drie over mijn leven, Sanoas mano drie dingen, drie. Dus aher interview daar viel want ik heb zoiets voor het eerst meegemaakt. Misdomeen lukt me nanga op een moment, ik dacht, wie bent u? Van waar komt u? Ah, jongen. Feiro sabbi, manja leeft bij 83 jaar. Ik wil hem feliciteren, hij is jarig vandaag en meneer blad, ik heb respect voor u, ik hou van u, ik ben blij dat u nog steeds een Lim-fan bent en ik hoop dat ik ta archi uno en u bello bellen en u is ontvangen, een, een advies op een level voor you. en u nou een echte gezegend man. Naar bepaalde gaven van Masra Gadogiou. En je gebruikt dat op een boemvazie. Dus ik bedank je, ik versteer je. Ik versteer aan de familie Lepelblad. Met deze bijzondere man. Als hij je vader is, heb je een apart soort vader. En als hij je man is, dan moet je je man koesteren. Because he is a very strong man. En de hele familie Lepelblad. Hij is bijzonder. Hij heeft een gave, hij is talentvol. Ik feliciteer jullie allemaal met hem Bijna Ik dacht het al Ah, Ik kom terug dames en heren op die Die van uh, uh, Van de bonden Meneer Poel zegt me We gaan nu met de verschillende bonden in bestuursverband Vergaderen Dus ik denk dat die mannen de eerste actiedag uh, Op de eerste actiedag Gaan, gaan evalueren en we horen natuurlijk wel. Uh, we horen wel, dames en heren, wat het vervolg zal zijn. Wat hierna zal gebeuren, of wat er morgen gaat gebeuren. Isabi. Maar waarom de mannen in actie zijn, dat kan ik u wel even vertellen. Isabi, de Mabé de Noang, bijzondere alv idee. Uh, en ik heb hier een, uh, een verslag van. Uh, de Mabé de Noang, OARV en. Bij de politie, die, het was een oproep voor een spoed algemene ledenvergadering van de Surinaamse politiebond. En uh, de man kaart alle leden op voor een spoed uh, algemene vergadering. Naar aanleiding van de vele gesprekken die gevoerd zijn. Met en de taal van uh, brieven die verzonden zijn. Maar het is niet zo, het Afwerdagje, als jullie 80 brieven geschreven hebben, kan iemand van de media me zeggen hoe die vrouw heet, want ik weet het niet. Ik heb dat niet echt uit de, uit de reportage kunnen halen. Afwerdagje, als er 80 brieven geschreven zijn, kunt u mij dan een listing geven? Dus bega die president zijn afrokoen. Kunt u me een listing geven van de brieven? Maar pai bij die afro. Ik ga zeggen. Ik ga later echt van die live genieten, want ik ga er weer naar kijken. Doordat ik zo zat te kijken, heb ik niet eens kunnen monteren die delen me van mevrouw Miki Arki. Want amatom pai taiga vrouw taki, bagada vrouw taiga, aksama Je moet me les hier van die brief. Amataya vrouw taki, mevrouw, dit is het kabinet van de president. Het is geen kleuterklas. Het is geen kluterschool. Dus ik neem aan dat de administratie deed, please. En als ik een brief heb geschreven. How dare you om mij te komen vragen naar een, naar een listing. Ga je een listing zelf maken? Ik ga je werk niet voor je doen. Ik heb die brieven nog geschreven. Kan je de beleefdheid niet opbrengen om de brieven te beantwoorden? Zo so, om dit koningin. Niet brutaal. Wel correct. En als het nodig is moeten we mensen op de vingers stikken. Heeft Miss van een briefje in de you, na Instantie. Daar hoef je niet, mij niet tegemoet moeten komen door te doen wat ik heb gevraagd in die brief. Isabi. Maar tenminste moet je wel de beleefdheid kunnen opbrengen om te reageren op die brief. Dat ik aan ja, ik heb het in goede orde ontvangen. Je wordt gewoon uitgenodigd. Hoe kan je dat 80 keer schrijven? Dan schrijf je dat. Maar dan heb je gereageerd. Maar je kan niet reageren dat wanneer ik daar op de stoep sta, van wie het uitblijven van die communicatie. En ik kom om opheldering vragen, dan stuur je Anneke naar buiten. Dan komt Anneke daar op de stoep aan mij vragen om een listing. Of dat bij is, daarom, jullie je nog eens netjes. Want Eva BD, Eva D, we hebben een vakbondsleder, ik een grof vakbondsleder die we hebben gehad.

Heeft er geen enkele listing gegeven, dames en heren. En uh, uiteindelijk, uh, mevrouw Gentie Baga, en daar gaat president, dacht President, die mensen willen niet weg hoor, president, ze staan nog daar. Wat moet ik ze nu zeggen? Want ik heb ze al gezegd, maar ze willen jou, sorry, ze willen u. Dan zei de president nou Sandy. Kijk, dan ga je weer. Mensen niet bellen, ik ga niet opnemen. Dan ga je weer naar, dan ga je weer wezen. En dan, en dan, en dan, zeg ze, ik praat alvast vandaag met die met de gezondheidsbonden. En dan praat ik uh, vrijdag, dan moeten ze vrijdag om twaalf uur komen, ja? Maar ik ga even, er was volgens mij een, een mis op bezoek, hebben gezien. Een meneer had een mevrouw met een mis, met een kroon, weet ik veel. Isabi, dus daar, daar, is die mevrouw. Oké, okay, moet ik ze dat echt zeggen, dat u ze gaat ontvangen? Oké, daar gaat ze weer. Isabi, kom weer van de trap af. Ik ga slag bij de Veiligheidsbonden. Overigens vraag ik me soms af: hoeveel directeuren zijn daar op, op, op het kabinet? Allerlies met Johan Johan. Maar goed, uh, dames en heren, het is uh, nogmaals. Uh, en ik blijf erbij: deze, deze instanties, deze groepen, mogen jou nooit verzoeken om naar ze te kijken. En ik wil herhalen, Deze groepen mogen nooit in deze positie gebracht worden. Het is toch van de beesten af dat die vrouw die daar staat, over het algemeen, altijd, OBG is Lekisma, zijn correct, altijd, Zijn zuster. En ik zei dat die dames niet correct waren, maar je ziet aan Noodhood aan Atibrong, Isabi, Atibroyeshat, Attention in Afro, vrouw is takkie. Attention naar teleurstelling wanneer die vrouw praat over meter en opschabera. Je ziet, a attention aan die bron, a teleurstelling mag nooit zo ver komen. Met die mensen zijn te vaak bezig en het probleem is, je stuurt ze elke keer via de rechter inderdaad om weer te gaan werken, maar ze kunnen in veel gevallen niet werken. Rechter zegt je moet weer gaan werken. Meneer de rechter, hoe ga ik werken? Ik wil wel werken, maar dat geld is niet genoeg. U hebt verhooging gehad, weet u niet? Begrijpt u, meneer de rechter? Mijn gangen rokken, maar mijn afvoer voor mijn 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 pot oligoïna tank van brandfiet. Of mijn mijn pot oligoïna tank van wagi. Mijn no kan mijn een batterij reserve olie. Mijn no door mijn wat go stick en brokko. Iedere iedere dit dag. En merokona slans of merokona asset En openbaar vervoer is ook op zijn gat naar openbaar vervoer Mensen hebben issues. Mensen hebben problemen. En dan moeten we tenminste mensen naar ze kunnen luisteren en niet doen alsof ach, we gaan dat varkentje snel wassen. Isabi, we gaan ze even iets vertellen en dan zullen ze wel daar genoeg mee nemen. Je hebt, je hebt vandaag gemerkt de irritatie bij het volk. En je hebt gemerkt dat ze bereid zijn als ze in de zon moeten blijven staan om aandacht te vragen voor hun kies. De regering, don't underestimate it. Mensen, die doen al op me bij, je hebt maar wat raar. hola. Nee, je moet dit ding weggooien, man. Doe maar goed, gooi dit ding weg hoor. Borger zou zeggen, geen hond zou dit ding drinken. Wij hadden een dame met een koffie die Borger in 1996 op het kabinet. Mij gewoon wat lauw water. Sommige mensen zijn vervelend, toch even mixen. Vieren, maar een dame met een koffie, ja. Met een koffie die Da... Hé, hé, hey, hey, niet daar gooien. da ik ga het je dat je aan op je de een trooi Santapadjari. Daar, een man bogatijde, een dame, gooi hoor. Hier gaat, hier zal geen hond, hier zal geen, dit zal geen hond drinken. Mensen, de Vereniging van Economisten, dit ga ik wel drinken. Is water in een koffie. In een koffiemok. Uh, mm. Dankjewel. Die horen moet ik het met water doen, nou, dames en heren. In wendig hebben de organen gezegd. Jongens, stop met, het, uh, met de wijntjes die je elke banana zit te drinken in die uitzending. Je gaat problemen krijgen. En aangezien je dit, hè. Mij loopt in Libi en stop gelijk met drink water en als het nodig is met drinken komkommeren. Ik ga niet meer drinken zo dat ik kom dadelijk en dan komt er Met zoveel problemen, voordat je denkt... Mensen, de mensen van de vereniging van economisten, de FES, die maken een nieuwsbrief is en die mannen praten, ik wil dit ding wel met u doornemen. Die mannen praten over een gezondheidscrisis. En die dat de regering moet prioriteiten herzien. En eigenlijk hoef ik dit niet alles te lezen, want alles wat hier staat hebben we in de afgelopen dagen al gezegd. In de gesprekken over de gezondheidssector. Maar die mannen, ik wil wel aandacht vragen voor dit deel. Dat hebben we ook al gezegd. Dat hebben we ook al gezegd. Maar ik, 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 ik heb het gisteren gezegd op mijn eigen wijze. Maar ik, heb dit, ik had dit ik toen nog niet gezien. Dus die is aan. Je me dit, dit is exact wat ik gisteren bedoeld heb. Dus ik heb wel een goede analyse kunnen maken. Want hier staat: Ondanks de crisis in het land, reizen de autoriteiten de wereld rond. En ze moeten niet doen alsof. En ze moeten weten, we zijn niet geïnteresseerd in hun verhalen. Want die Bibisman gaat aan u komen uitleggen hoe belangrijk het is om op die conferentie te zijn. We, hebben, we, hebben, we, we luisteren niet eens meer naar die verhalen. Toch? Omdat wij weten, we zitten in een crisis. En jullie hebben het hoogste woord om op te roepen om tering naar nering of nering naar tering of aan alassani te brengen. Toch? Jullie hebben elke keer een verhaal over, we moeten bezuinigen. Ma de man is even niet dat wa mus bezuinig. De niet. Minanga yu mus bezuinig. Minanga yu mus kier faya de ons doina doen wak no magnyang wang wang broodje rund. yu no mag o bai. no mag bai wang broodje kep even. Isabi, wang go pchinzo weekend. Dem chief minanga no magnyang Eh, fayakalazani. Eh, awandra benasi. papaise, of whatever. Dip chip, maak nou een mekki. Waleisi. Zo'n so vakantie mogen we onze kinderen niet verwennen. Zo'n so vakantie moeten we. Queen kwees Squeezie. We willen die kinderen verwennen. We willen leuke dingen doen met die kinderen. Je wil ook jouw kind of jouw gezin of whatever brengen buiten de stad. Maar alles gaat gepaard met geld. En dan wanneer je. Ja, maar je moet bezuinigen. Maar zij reizen de wereld rond. En het, het vervelende is. Die mensen van de oppositie. die het beleid van de regering bekritiseren. dat moet je ze ook zeggen, hè? De oppositionele partijen. Te eigen om reizen. de DNA. vooral de DNA. Voorzien, denk, denk zijn hun covers ook al gepakt, hè? Ingepakt. Voorzien, denk je, zijn hun covers ook al ingepakt. Wanneer je mij een persbericht stuurt... Als je het nou NPS... Of in een NPS... Of in een NDP... Of in een BEP... Het interesseert me niet. Maar tegen jou is er nog een persbericht, Jimmy... Over Faakondre en Pina... Fa en en Brocco... En Fasma en Dede... Dat ik moest maar tijgen, maar dat ik ga niet mee. Want ik weet dat in tijd NDP wel dat standpunt had. We doen niet mee aan geen enkele parlementaire race. Kom maar niks over tijgen, kom ga weg. Kom niet zeggen over belangrijk en we moeten erbij zijn. Bullshit. Isabi, als je zegt, als een fout, herdid hem maar den plin, dat deed de hij mee, go junom go ook toe. Bra, you go, you wam, want, want ik vind het vervelend wanneer je gaat, uh, op de balans gaat opmaken wie er wie weg zijn. En terema uh, Copacabana, of terema uh, naar New York, of terema da uh, IJsland, of terema uh, Zimbabwe, of weet ik veel. <coughs> de man aan hand in hand. Erger nog, de meis liep op one camera alleen maar om de geld te, 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 te sparen. Want camera kan de want be deze review. Wanneer dacht je al ergens op dan gaan, je spa de Hotel. Ze gaan boos worden op me, alle partijen, maar I don't give a damn omdat ik vind je moet de mensen die het gevoel geven van je bent bezig ons te bedriegen. Je moet ook als partij kunnen zeggen Isabi is mooi en waar what for you IPU that for you maar ik word niet mee omdat we vinden dat deze conferentie ook bij wijze van spreken via een zoom gehouden zou kunnen worden we zijn in de moderne tijd toch Isabi, ik bel gewoon ik sprak nog laatst met iemand ik wil een interview ja maar hier is het uh, hoe ga je het interview doen dan uh, want uh, ik, ik, ben, uh, ik ben in Nederland hoor ik ben in Nederland ja, mevrouw ook al bent u in Budapest hm? ook als u op uw voorkust. kust

ik moest mijn tijd gaan koaliseren. Ik moest mijn tijd Meneer B, onze fractie doet niet mee. Dan gaan jullie alleen. Dan hoeven we niet erbij te zijn. We horen het wel. Dat moet je kunnen zeggen gewoon. Isabi, want dan ga je daar lekker feesten. Dan lekker op strand liggen. Daar lekker naar die meiden naar die gaan. Dan wanneer jullie terug zijn hier, dan komen jullie vechten. Dan zit het volgende naar te kijken. Gauw mee. Het is vervelend. Isabi, voor mij is het vervelend. Maar goed. Dus om terug te komen, dames en heren, op het bericht van de, van de VES. De mannen, ondanks de crisis, die mannen reizen de wereld rond. Alle conferenties moeten ze erbij zijn. De president spant de kroon. De afgelopen periode is een maandelijks opreis geweest. Vaak naar evenementen waar de meerwaarde van deelname niet merkbaar is voor de samenleving. Die meerwaarde. <laughs> Isabi. <laughs> Wij herdingen. Was er een discussie. In de sportpers. En tijdens die discussie. Konden de twee sport. Presentatoren zich behoorlijk opwinden. Beide zijn al. Ter, ter ruste. Willebrod Aswijk en. Percy Esaias. Dat is maar op een discussie. Er was een programma op de SRS op de zondag. 1 uur middags. Een programma bij de Marathon. Dat is een sportprogramma. Een evaluatie van de afgelopen week. Percy Esaias, Willebrod week. Heel spannend programma met flink scherpe commentaren en analyses. En een discussie bij de. Suriname doet mee aan, zo een, aan de spelen. Ik zeg maar wat: aan de spelen. Wat is belangrijk? Deelname. Of wins. Doe je mee om te winnen? Om binnen de prijzen te vallen? Of is jouw deelname gewoon al dat ding? En ook al in Omin Brons, in, in, in Omin Nex, maar heb geparticipeerd. Moet dat jou al tevreden? En dat was een heftige discussie, wekenlang. Nu vraag ik me af, deze mannen gaan niet voor de conferenties voor resultaten. Ik ga namens Suriname naar de conferentie over water. En wij hebben op dat stuk hebben we wat te bieden. Dus ik ga en ik zal ervoor zorgen dat het geen wij te bieden hebben. Dat het niet voorbij gaat aan de wereld. En ik heb daartoe een agenda in elkaar getimmerd met mijn staf. En dit is wat we gaan presenteren. En uiteindelijk wanneer na de conferentie moeten wij wel... Ba -ba 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 -ba. Maar deze mannen doen dat niet Die mannen gaan Heb je niet gezien dat deze president eigenlijk een foto model is hm. Foto model Beter dan Conchita Leeflang Handshake <laughs> Ik heb ja Ik was met Van Manen Met die president van dingen Welke president was dat voor Trump, Obama. No? Of ik heb, ja, vrouw kwam staan met, met, met dingen, met, met, uh, met patas, kwam een vrouw staan om foto's te maken. <coughs> ik heb, alleen maar handshake, conferenties staan ze, ik zag een keer een, een video waarbij de mensen aan de tafel zouden moeten gaan zitten, dan komen ze daar aan, uh, en ze en je, moet, je moet ze zien als Suriname, en ze staan daar, en ze I mean, amai, wie is

Mèk anita di tavl chan standè. Mèk. Mèk anita. San sot lef. Shman le safèy lukou so. Deman ou takè. Dat mi nan mèk takè. Deman ou takè. Ye do le kwa fos rong. Libis ma. Do le kwa fos rong. Libis ma. Pase an. Ki sa vi nan. Mèk hot. Dus het gaat niet eens om... Die mannen gaan om gezien te worden. Ik was erbij. Ja, ik was erbij hoor. In, in, dat, in dat gesprek, ik was erbij. Toen die mannen bij waren te praten over klimaatverandering. Ik was erbij. Oké, okay, je was erbij, maar dat was ook een bijdrage heb je geleverd? Wat hebben ze? Heb je iets gezegd? Nee, maar ik, ik, ik was er toch? Ja, je was erbij, zei je toch? Dan heb je gezegd, was erbij. Maar heb je... Iets in de melk kunnen brokkelen. Heb je iets kunnen presenteren? Heb je standpunten kunnen. Heb je. Nee, maar eigenlijk. Uh, iedereen vroeg aan mij namens wie ik daar was. En ik heb gezegd Suriname. Ik heb ze gezegd hoor. Ik was daar namens Suriname. Oh, Oké, okay. dus je was erbij. Ja, toch? Ik was, ik was erbij namens Suriname. We waren erbij, ja. Hm? Die participatie van ons land, we waren erbij. En volgend jaar gaan we misschien weer zijn daar. Maar het was goed hoor, want ze hebben ons gezien. Ja, oké. Okay. die waren erbij. Is goed. Is Geen moer aan inbreng. Geen moer aan dingen. Sorry hoor. Laat me netjes praten. We reizen en we doen mee. Maar terwijl je dat doet, dan kan je aan de andere kant vertellen dat we moeten bezuinigen. En inderdaad moeten we dat doen. Maar geef ook het wie is ook sober? Wie is Maar goed, ik ga terug naar dat bericht van. Uh, ik ga terug naar dat bericht van, van de VES. De president is maandelijks op reis, vaak naar evenementen, waar de meerwaarde van deelname niet merkbaar is. Uh, ...voor de samenleving. Het gebrek aan terughoudendheid... ...bleek nog eens uit op de social media gedeelde flyer... ...waarbij de president zijn bezoek aan de algemene vergadering... ...van de Verenigde Naties koppelt... ...aan ontmoetingen in de sociale sfeer in New York. Ook nu is de meerwaarde dubieus. De vraag die gesteld kan worden... ...moeten de baby's en de zieke mensen, de snoepreisjes... Van de president en overige autoriteiten betalen. Wanneer, wanneer zoiets zich voordoet, dames en heren. Weet je wat die moeder van zo'n kind moet meemaken? Maar weet je hoe. Het zou toch getuigen van betrokkenheid. En ik heb het niet over een showmoment, maar het zou getuigen van betrokkenheid. Even bijvoorbeeld, apres, sorry fizzy, na visie, naar de afdeling. Isabi, laat me gaan kijken. onder welke omstandigheden de, mens, de mensen moeten werken. Isabi, laat me gaan kijken naar. De onderbezetting. Die betrokkenheid toch is soms belangrijk. bij je Die betrokkenheid, dames en heren, is soms belangrijk. En die mannen van de FES. die mannen roepen de regering op. Om haar beleid radicaal met prioriteit voor de mens te herzien. En urgente aandacht te geven aan de gezondheidszorg. Het welzijn van de burgers, met name de pasgeborenen. Dat moet bovenaan de agenda staan, zegt de vers. En als je dat niet weet, als je dat niet begrijpt, dan moet je een brevet van ongeschiktheid krijgen. Dat moet je first priority zijn, Isabi. Maar goed, de voortdurende uitgaven aan onnodige projecten en reizen zijn onverdedigbaar. Maar in, tijd, in een tijd sorry, waarin het leven van onze meest kwetsbare burgers op het spel staat. <coughs> er is tijd voor een daadkrachtige en humane benadering. Van de zorgsector. De VES dringt erop aan dat de regering onmiddellijk, onmiddellijk actie onderneemt om de broodnodige middelen vrij te maken voor de gezondheidszorg en deze ernstige situatie recht te zetten. Want krom is het wel. Ik heb, uh, ik heb dat van de VES gebracht. En ik ga. Ik ga nu even naar wat anders, oké. Okay, um... En mensen, ik wil u wel vragen, want ik merk dat dat soms gebeurt. Vaak genoeg de ik zo'n nummer heb. Ik het nummer van. Die heeft maar een goed nummer. Wij zeggen tegen u. Wij geven geen nummers door aan mensen. isabi wie is nou als het met de gangen? Die, aladi. die. Ala en wie is isabi En enige smassen aan het van al de mensen die hier bij me komen. Van Cliff. Je mag mijn nummer doorgeven hoor. Is mevrouw Ashna Kanhai. Voor as Hai. de rest heb ik geen enkele toestemming. Niet van meneer Van der San, niet van mevrouw Silos, niet van, uh, van meneer Hellings. Wie zijn die mensen die vaker komen? Niet van. Uh, niet van mevrouw Franklin, niet van niemand. <tostiming> Toestemming. Alleen mevrouw kan heeft gezegd. Maar niet eens mijn nummer doorgeven aan mannen die gaan bellen en allerlei gekke dingen vragen. Maar, ja, maar voor, voor, uh, voor, voor Voor belangrijke dingen. Dat heeft ze wel gezegd. Uh, we, gaan, we gaan wat berichten lezen. We kunnen, we kunnen even verder. Ik heb begrepen: er was net een meneer hier op het terrein die vond dat hij naar binnen moest komen. <coughs> Voor de Jeroen, ja. Dus, <laughs> ik zou net aan. Net met haar maar de Jimmy, we gaan naar uitzending. Dat mijn Rupa-president op mijn of de lange en had opdrapp. Jimmy. <coughs> maar ja, die meneer is al weg, want hij was. Uh, wat blijkbaar andere bedoelingen, ho. No? Gelukkig is hij weg. Um. Nee, je hoeft niet te komen. Iemand zegt hier. Uh. Mimreiko. <laughs> Reko Laat zang. Laten, laten we rustig kijken wat er te lezen valt. Ik niet want ik geniet van mijn app. Geniet van mijn app, maar ja. Uh, mag ik het nummer van... Uh... Ik heb het nodig als raadsvrouw. <laughs> ja, ik kom bij die mensen. Ik ben ze niet vergeten. Uh, lim, voor je algemene oriëntatie... Eh... Uh... Ten aanzien van de chaotische situatie in ons hedendaags onderwijs de volgende zienswijze. Laat alles volgens de geldende wetgeving op het gewoon lager onderwijs, terwijl bij de zesde klas, dus leerjaar acht, onveranderd. Laat het zo. Geef dus aan de geslaagde zesde klassers een geldige thuisschrift af. De vrije school en het vrije ateneum... Hebben een reeds jaren goed lopend systeem. Train je leerkrachten en in opeenvolgende schoolsystemen volgens deze ontwikkeling, methodische ontwikkeling. Geslaagde leerlingen van de, van de GLO stromen door naar tweejarig voortgezet onderwijs. Aan het einde van het tweede jaar in de onderbouw volgt er een toets. Wie deze haalt, mag door naar de bovenbouw. VWO HAVO. Wie de toets niet haalt, mag opnieuw een jaar proberen of mag kiezen voor VMBO-voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, NATO, COFAP, etc. Toelating tot Pedagogische Academie. Uh, slechts met minimaal HAVO en een geschiktheidstoets. Lager beroepsonderwijs kan LTS zijn, etc. Kan ook na twee jaar onderbouw. <coughs> Dat is een voorstel van. Uh... Een onderwijskenner. Maar Limbo, de president, is bezig iets uit te lokken in Suriname. Maar geloof me, hij en zijn bakkamangs gaan er spijt van hebben. Want de verkiezing gaat gewoon door op 25 mei. Uh, goedemiddag, Lim. AZP heeft alle oud-medewerkers en gepensioneerden opgeroepen om te gaan helpen in het ziekenhuis. Wat gebeurt er? En men haalt de berichten van FB weg. Check die tori. Welke berichten dan? Wij halen wel uh, berichten weg als uh, niet passen. Het lukt niet altijd. <coughs> maar als de, als de moderator op scherp is. En iets is ongepast, gaat ze het weghalen toch. Uh, gisteravond was ik in een afsluiting... Of bij afsluiting van de hoofddocenten, we weten niet meer wat ceremonie inhoudt. In het gebouw aan de Koppenhamerstraat, rommel en nogmaals rommel. Het nummer is 8781482. O, oh, misschien uw moderator. Ja, het kan, want ze kijkt toch en ze luistert. En als hij weggaat, weggehaald, moet je me niet komen bellen. Want ik bemoei me niet uh, met wat uh, moderators doen. Cliff, misschien moeten we de functie van First Lady ook verkiesbaar stellen. Ik zou willen solliciteren hoor. Ik zou een uitstekende First Lady zijn. <laughs> kan je dat weer uitleggen van hoe de mensen zich moeten gedragen in het buitenland als iets vreemds is? Hey, kijk, ja, alles, alles heeft met voorbereiding te maken. De conferentie wordt gehouden in het gebouw 6. Nou, gebouw 6 is een historie. Uh, daar helemaal boven hangt een foto van Ludo, de zoveelste. Uh, dan weet je dat, 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 dat daar een foto hangt. Een imposante misschien. Of een groot beeld van uh, Abraham Lincoln. Of George Jefferson, die gaat. Dan weet je dat toch? Maar het tegen rapje ga je niet staan kijken als. Uh, oh... Julia de delegatie natuurlijk. Nee, uh, in Sabden Sandrady. Maar er is die voorbereiding nodig. Je gaat naar een stad. Je moet precies weten. sana historie van stad. stad. in een En dat is dat is weggelegd voor je protocol en buitenlandse zaken. Die die dingen goed moeten voorbereiden. dat je toch? En je gaat een gesprek hebben met uh, meneer Xu. En meneer Xu gaat je ontvangen namens uh, de provincie. Dan moet je ook weten wie Xu is. wat background voor Xu. Met wie je gaat praten. Wie heb ik tegenover me? Allemaal voorbereiding. En geloof me. Ik wil deze mensen niet onderschatten, dames en heren. Maar ik denk dat ze. De man John Po Garabataki. Die man voor Schrijf schrijven deme on satasani, terwijl diremas donta pasturo bleek dat er, dat er veel meer bij komt kijken elke buitenlandse reis moet goed tot in de puntjes voorbereid worden niet eens een buitenlandse reis dames en heren ook je ook je bewegingen nationaal isabi je kan nooit als president daar aankomen en dan kom je in een situatie waarbij je weiger voedingen aan kassiri want je twijfelt aan Moukiri. Dat was dat ik hier voorbereiding bidden. Als dat. <coughs> Laten we doorlezen hoor. We gaan kijken als men met het oud bedrag gaat uitkomen. Welk bedrag? Een tabel hier, maar ik kan die dingen niet lezen. Dus ik begrijp die app dan niet. Hè, want ik moet weten wat ik lees. Deze man, Ik heb altijd gezegd ik wil kennis met hem maken. Ik ben u niet vergeten, meneer Cumberbatch, nog. Meneer Gumberbatch is een aparte, is een aparte uh, participant. Wat doet hij? hij? Hij schrijft de berichten op een stuk papier. Dan maakt hij er een foto van en dat hebt hij het voor me. <laughs> ik vind het zo opmerkelijk. En ik vind het jammer, want vaak lees ik die dingen niet. Hier heeft hij bijvoorbeeld geschreven. Wat is er nog over van ziekenhuis Wageningen? Aan Lime van natuurlijk: wat vindt de heer Melvin van de salarisverhoging en schadeloosstelling van assembleeleden? Meneer Cumberbatch, ik hoop dat, er een keer, dat u een keer uw nummer zet. Want ik zie dat ik een paar berichten van u heb gemist in de afgelopen periode. Oh, hij schreef, oh hier, hier heeft hij geschreven. Hey, hier schrijft hij, meneer, compliment. Compliment, meneer. De opmerking over de oppositie, die vrolijk meereis naar verre landen, ondanks eerdere heugelkritiek, vind ik. 110 procent. Vinger op de zere plek. <laughs> ja, dat is. Uh... Hij kan niet helpen bij Afostrong. Lim, ik beluisterde vanmorgen op belprogramma waar aanhangers van twee grote partijen elkaar bijna konden opeten. Juist dit willen de politieke partijen. Zij zelf azen op de honingpot, terwijl hun aanhangers straks met lege handen achterblijven. Over de ruggen van hun aanhangers verrijken politici in de coalitie zich. Om de beurt. Uh, wanneer wordt koopkracht gestort? Ja. Die hele voorlichting is een grap, dus. Lim, de ontvangst van is vandaag super slecht. O ja, ligt dat aan je antenne? Check het even. Hè. Lim, kan je de Robin feliciteren met hun kampioenschap? Heb ik dat niet al gedaan gisteren, maandag? Robin ja. Dat was Lim, is mijn maand. Robin de maandag je willen bij de winnaars behoren. Maar Robin Uit, uh, gefeliciteerd. Job well done. Middag, de minister van Volksgezondheid is bezig om een nieuw gebouw te bouwen op de plek waar het biologiegebouw is afgebrand. Dit doet hij waarschijnlijk ook ten koste van de stervende baby's. Hm. Kort na de brand is men gelijk gestart met de bouw. Ik vraag me af als die brand iets te maken heeft met de bouw. Nou, we zullen dat informeren. ...over de bouw van het gebouw. Als je felicitaties doet... ...als je felicitaties doet... ...doet het me denken aan... ...Guno Ravenberg. Is hij al aangenomen? Takami. Maar waar aangenomen? Begrijp ik niet. Hij werkt toch bij Radio 9? Limbo gaat het met die twee schatjes van je... ...je tweelingbabies. Praten en lopen ze al. <laughs> Ja, ze zijn er ze zijn er, de, den de, 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 zijn, we zijn in uh, ze zijn straks elf maanden, maar ja, de voorbereidingen voor hun uh, broertjes die voorbereidingen zijn in langs, voor de twee broertjes die hierna nog moeten komen, dus we we tinga tinga. Lim FM, waar is de heer Joggi? Nu kwam hij voor de boeren. Waarom nu niet voor de ziekenhuisbonden? Kijk een rotzooi hier. Dit geeft hij aan jonge zwemmers. Die laatst met medailles zijn teruggekomen van de Goodwill Games in Sint Lucia. Zwemmers moesten zelf hun reis bekostigen. 2000 euro, nee 2000 dollar. Een sikkoorcliff, niet goed. <coughs> Middag Limbo, ik ben in Boven Suriname. En ik luister naar Bakan Natori. Duidelijkheid en helder. Big op Lim FM. Ik ben te Kim Boto. Oh. Zijn lobby komt ook te drapen. We zullen de boon fara. We zullen de sting sting. Limberen, ik sta volledig achter u met bedreiging door de reizende parlementariërs. Ik erger me een broodje aan de reizende oppositie. Ze kunnen komen kletsen wat ze willen. Ik onthoud dit als een olifant op 25 mei. Limbo, uh, de rechters mogen zich schrap zetten, ze krijgen veel werk de komende tijd. Als hij dat vertelde, was het misschien niet eens zo erg. Ze hebben echter het lef om ons steeds te vertellen dat al die reizen door derden worden betaald. Daarnaast werken hun family en friends allemaal pro deo, want zij zijn, wij zijn de ebbes. Leuwen, ik heb een analyse gemaakt waarom de president persoonlijk de paddieboeren persoonlijk heeft gesproken. Het zijn gewoonweg puur zetels van de VAP die hij in mei 2025 niet wil verliezen. Daarom heeft hij ze persoonlijk laten zien. Of hij heeft deze zich laten zien, uh, Limbo. Een goede raad voor de. Oh, dit is een oud ding. Ik moet hier zijn. Ja, het was, het was weer raak vandaag. Uh, Lionel op zijn best. Ik weet het al heel lang hoor. Ik denk dat er meer eensgezinden met me zijn. Lim, uh, Lim, het is weer eens gebleken: dat deze beleidsmakers totaal niks te maken hebben met het getergd volk. Baby's gaan dood, totaal geen medegevoel. In tegendeel stapt de verantwoordelijke gewoon op het vliegtuig. Die heeft gewoon lak aan de zieke mens. Vandaag toont Lionel, wie is Lionel, hetzelfde gedrag tegenover de mensen voor het kabinet. Ik hoop alleen maar dat, men, dat mijn volk deze zaken allemaal goed op een rijtje zet en nota neemt van de behandeling naar ons. Uh, de president met wie wij nog een paar maanden moeten dealen, komt zichzelf wel tegen en zal zich moeten verantwoorden tegen de voorzienigheid, zegt Edwin. Nee man, nou dan ben ik iets nou lollers aan hier over uh, meneer Beck. Ik zal het informeren. Uh, goedemiddag Limbo. De veiligheid in het land, met name in het binnenland, baart ons allemaal zorgen, extra zorgen. Waar is die hele operatie Zero Tolerance van de politie? Is het nog gaande? Of is, het, of is de stekker eruit getrokken vanwege het gebrek aan middelen of vanwege de beheersbare proporties waarin de criminaliteit zich op dit moment bevindt? We gaan een dag opstaan en horen dat het binnenland is bezet. Of overgenomen door Brazilianen. Waarom verbaast het ons dat de Veiligheidsbonden middelen ontdelen, terwijl de president in zijn afgelopen jaren heeft aangegeven dat hij slechts noodzakelijke middelen ter beschikking van het ministerie van Justpol zou stellen? In vergelijking met het buitenland bezuinigt men alleen in Suriname op veiligheid. Check de begroting van afgelopen jaren. Alles gaat naar het JIT-team en de zogenaamde taskforces. Meer berichten op uh, 91.7. Ik lees voor. Uh, dag meneer Lim, het storm en gaan bepaalde dingen. dingen de SWM heeft gemeld dat Groot-Paramaribo een lage tot geen waterdruk zal hebben. En dat we zuinig moeten zijn met water. Maar vlak hier aan de Johannes Mungera straat een waterpark. Hoe komen zij dan naar water? Leuk hoor, dat het zo'n waterpark is, maar van waar komt het park dan aan, het, aan water? Als wij als consumenten geen tot, tot weinig water hebben en onze waterrekeningen, het wordt met uh, de dag minder. En waarom wordt de bevolking altijd de dupe van de stakingen? Kan men niet alles uh, onttrekken van de bewindslieden? Oké, okay. dus even de Lookmoe van mei. Naar Tingeling, ook karus riep want toen de mawasi. Zelfs daarin, dames en heren, worden we wo beperkt. Wo ja, Imo was, was drie -im minuten. Terwijl je eigenlijk jezelf goed moet kunnen insiepen en insmeren. Maar ja. <tot> Tingeling. Ik ben pas mee aan het baat. Ik ben Cliff Tingeling. En ik ben er tot uh, vier uur. En alle andere tingelingen die luisteren, goedemiddag. Waarom is het zo dat de minister van Financiën zo jokt voor ons? Wel geld voor boeren, maar niet voor de gezondheid. <coughs> kan meneer Beck een keer in senior spiegel? I will think about it. Ik zal vragen over Bekhar, ik uh, zal deze twee berichten sturen van iemand die het moet kunnen weten. Mijn hm. ervaring is dat lezen, ze zijn die semina, Kies lezen, en Het is meer wel lezen, lezen. Uh, goedemiddag, ik ben Ruben van Koblijn, ras echte Transvaal, Transvaaler. Ik feliciteer Robin Hood alsnog met hun kampioenschap. Het was wel balen om Transvaal nog net geen kampioen te zien worden. Ruben Veigo, <coughs> alles aan cool? Kobi, kobi, kobi. Middag zijn alle corrupte zaken onder deze regering in de doofpot gezet. Je hoort niks meer. Meneer Cliff, ik schaam me voor deze regeringsleiders. Want ze koesteren geen enkele sport of sporters. Afgelopen zaterdag was ik in het stadion en geen van ze waren daar. Wat voor een gevoel hebben ze voor het volk. Zaterdag gaan ze wel komen, want dat speelt Intermungo Taputi Gerobino. Deze regering wekt alleen maar woede bij de samenleving. Dagelijks stakingen van verschillende bedrijven die aandacht vragen. Voor een problemen. Ik baal en ik wallig. <coughs> nou, ik was ook niet daar, hoor. Uh, mensen, jullie moeten je niet druk maken met de beleidsmakers, want zij weten allemaal beter. Pst, denk ik. Eh, uh, Limbo Ramadin Hardeo zei vandaag in ABC dat de VAP 20 en meer zetels zal halen. Oh, daar gaat mijn hele sponsor van de. Waar we gaan? Middag meneer Lem, ik wil u bellen om wat met u te bespreken, maar wel niet via de media. Oh, dan moet u me bellen wanneer ik niet in de uitzending zit. Ik neem het de president en de ondergeschikten niet kwalijk om op en neer te reizen. Als je, als je al na een jaar regeren tot de conclusie komt dat het je laatste politieke stop is, kan het niet anders. De Suriname bekijkt het maar. Om Onkel een legacy te evenaren, moet je van goede huizen komen. Surinamers zitten nu te wachten op de final countdown. Seven analisten moeten minder alcohol en drugs gebruiken. Via Pi, weer als roos uit de bus komen, dat is mano abieje. <coughs> Limbo, naar welke partij is Gentel gegaan? Ik weet het niet. Maar het is geen dat mensen naar partijen moeten gaan. Sommige mensen zijn geen lid van geen enkele partij, maar ze stemmen wel. Maar als ze gestemd hebben, betekent dat niet als, ik heb, als die man stemt op, op pro, bijvoorbeeld hoeveel heel het van brood zijn toch? Maar ze nog een beetje water van jullie alsjeblieft. Eh. Lambo what Samidurga. Kijk, Sammy heeft mij zelf gezegd dat hij niet weet wie zijn site uit de lucht gehaald heeft. Dus, minou, kom zo maar, zomaar, aan elkaar, aan het aan niks. Ik wil niet, ik uh, ga niet zomaar mensen beschuldigen of organisaties. Dankjewel. je jongen, wat heb zo giebid, giebid, heb je ooit gehoord dat de reisboeren een goed jaar hebben gehad en een percentage van hun winst ter beschikking van de gezondheidszorg hebben gesteld? Hmm. Limbo e-bikes worden verzekerd bij de verzekeringsmaatschappijen. Wat about het besturen van de kinder-ATV's door kinderen op de openbare weg en zonder toezicht door ouders? Hebben ze kinderrijbewijs? Kan je het onderzoeken? Wat gebeurt er wanneer er aanrijding plaatsvindt op de openbare weg? Uh. Je hebt gesproken over dat van de VES. Maar je hebt de reactie van de minister van Armaden niet gelezen. Hij is boos op de VES. Misschien moeten ze in debat... Nee, fawaka, aparitie dan, mi de laf. Den boeren gaat hij ontvangen, want, uh, ja. <laughs> je kunt invullen wat daar staat van meneer C. Feuk. Voorbereiding voor de boertjes, voor de broertjes. <laughs> Zomaar zeg dat je dat het niet goed gaat in het land, je hebt geld. Nee. Je moet geen geld hebben om kinderen te krijgen. Ik heb liefde. Daarom komen er nog twee straks. Ik ken Radio 9 niet. Alleen Lim FM, mijn Archie. Nee, ik zeg waar. Waar Gino is toch. Wanneer neem je de minister van Sociale Zaken op de korrel... Ik heb die mooie vrouw graag in je programma. Hoe <tiek> je die vrouw, mevrouw? Vrouw uh... van voor Zalzagrening. Agnes, hoe je het zo? Ik weet het echt niet. Serieus, echt. Maar dat zegt toch al veel. Wie die Frau von Sozialen Zagen? Ist er kort? Nein, no, danke. Ja, das ist eine mooie Frau. Punt. Robin uh, Hood ist eine semi-kampioen. Wanneer hm? gaan wir de kwaliteit van voetbal. Van de jaren 70 en 80 in Suriname zien. En dan ben je nu eens kampioen. Hoe staat het met uh, de Mennonieten? Doofpot, olanga. Kom morgen met de eigen thermos, want je moet smeken om water. Nee, ik smeek niet om water. Ik heb gewoon gevraagd. Ja, dat is ook alles. Helemaal waar. Morgen dan dit. Uh, Pane is een mooie vrouw, maar nooit weet ze iets. Ziek die kinderhuis, zo so der aarde. Daarom niet dat ik dag. Mooi punt. Als Lim, FM, als Lim FM er niet was, weet ik niet hoe ik zou doen. Want vanwege de economische situatie in het land kan ik niet echt meer naar dansies gaan. Dankzij Lim ga ik elke woensdagavond naar de discotheek in mijn woonkamer. Daar is er gratis campari, wijn en cognac ik zweet me kapot op de ritme van de oude disco-songs die jullie afdraaien. Big up. <coughs> Alleen ga ik u vanavond moeten teleurstellen... ...want Purrie zijn vader is overleden. En dat vind ik zo gepast om programma's met Purrie zijn stem waarbij... ...want we zijn altijd vrolijk... ...waarbij je een vrolijke Puddy hoort. Dus, ook al is het een herhaling... Dus ik ga gewoon een paar soft 80's zetten, soft songs. Je weet dat als Erotic Exotic, LOVI -E en uh, dus Maria Magdalena van Sander, dat is het soft songs. gaan we dan tussen acht en uh, half tien doen. Om het te compenseren enigszins. Maar volgende week is, uh, zijn we er weer denk ik. Ja, ik zal dat van meneer Beck weer checken, ik krijg veel berichten. Goedemiddag, wat hebben we al die 72 miljoen? Van Tillisuur. Limbo Jack Menke heeft gezegd dat wij de peilingen en de prognoses van meneer Ramadi niet serieus hoeven te nemen. Het geeft geen enkele basis en is gewoon uit het niks. Heeft meneer Menke dat gezegd? Lem, we moeten gaan onderzoeken als je niet in het geheim mee eet met deze regering. Want iedereen is nu bang om kinderen te maken. En jij sprak net over nog een tweeling die aan het maken bent. <laughs> ik kan niet helpen, is die sweetie. En ik ben nog jong. En mijn broeder Faya is even op de Oederazani. Wakap sa even dat gridiep sta. voorzien, denk ik. ik Broek gezakt. Limbo, er is een soort uh, van QRT-afdeling van de politie geopend. Aan de Pongsingoregio Straat, de Flora B. Bij een van de huizen die in beslag is genomen van de zaak van financiën. Wordt het zo binnen een, uh, een volksbuurt? Je kan niet eens voorbij rijden, de agenten zetten hun auto's. Zo, als je op straat geparkeerd. ze konden dat huis liever aan een gezin geven die het hart nodig heeft. Nou, dan gaan we checken: Pong, Singoritje Straat. Mm -hmm. Goedemiddag, nu pas geloof ik. dat de president niet een president is van alle Surinamers. En 2025 zal hij de rekening contant gepresenteerd krijgen van het volk Mark My Words, um. gooi de lijn openen, gooi de lijn open op gevoel. Ik werk met mijn gevoel. Want als als vanuit bepaalde kringen zelf aan mij wordt gerapporteerd: van hé, die mannen hebben allerlei scenario's. Ze bellen zelf en roepen iets van: Hoe zoet dat man, chiri! Om daarna aan jou een brief te sturen van hoe onverantwoordelijk je bent en bla bla bla. Dus uh, ik kan het beter controleren op de app hoor, dan als iemand belt. Het gaat wel gebeuren, maar ik doe het op gevoel. Minas vier. Voor bovenop, voor post van boven op politiepost van Tjernop de Hoek van de in de U en aan Adolf-Pengelstraat. Uh, Goedemiddag, de veiligheidsbonden hebben gelijk hoor. Ook de gepensioneerden voelen de klappen van de zweep het meest. Na het heengaan van mevrouw Renato Wouden hoor je niks meer van BBGO. Eh... Uh, ze is toch gelijk Anneke Tanneke, de toverheks geworden. Je vraagt volgende keer hier rommel meer. Kies af voor vrouw mooi, dan komt ze de volgende keer niet meer als marionet kletsen. Rommel met die gasten, net als Poel, toch gaat ze straks ook niet meer komen. Ze is toch gelijk Anneke Tanneke, de toverheks geworden. Je vraagt volgende keer hier rommel meer. Ik ga het een paar Mirakaya, je kan wel ongelijk hebben. Ze kunnen ook boer roepen. Het volk is anders, maar in hun nadeel. Lijm tot nu toe hoort men niks wanneer kinderbijslag wordt uitbetaald. De arrogantie, de arrogantheid, Santokki, denkt niet aan het volk. Je yeah, hebt het mooiste gemis klef. Atompay heeft op het laatste zeg. de president is bezig, wij gaan ook bezig <laughs> zijn. <laughs> Lembona assam Atompay dissi, de man dissi bekisi, bekisa mankba. <coughs> uh, we gaan even door. Het is geen slingere beren, het is zingere beren. Oh. De press neemt de banden op de korrel. neemt ze niet voor echt. En een heel korrelsmobiele eenheid erbij. Ja, dat moet ik niet lezen. Dag hoe is het met de meneer van Suriname vandaag? Meneer Strijk. Maar waarom die vraag uit het niks? Die meneer is een Holland, toch? Je weet dat je een. Uh... Oké. Okay. Limbo, ik begrijp het niet meer met de kapzones van de president. Ik weet niet wat hij wel denkt van zichzelf. Dat je op deze manier omgaat met hardwerkende burgers die bij jou komen om een petitie in te dienen. Zo ga je niet om met het volk dat ervoor gezorgd heeft. Dat je vandaag op die stoel zit. We kunnen echt wel af met hem op 25 mei. <coughs> Goedemiddag, Ringo, Nieuw-Amsterdam, Vega Ringo, alles aan boong, zo lobby. Yes, mij ik de dat kan ook al door zijn. Goedemiddag, is er een update? Uh, het scrollen door. van de pastor, welke verdacht wordt van seksueel molest, kan contact gemaakt worden met de voorlichting van de politie. Ja, maar die pastor, maar aan de andere kant moeten mensen natuurlijk ook weten dat als pastor wat dat hij <coughs> moet komen zelf, wanneer je man niet thuis is. Natuurlijk is het een uh, vervelende situatie, maar je moet toch voor jezelf weten dat iets niet klopt. Maar ik kwam met Yves Misami bij Abia. Alle sollicitatiegesprek van me, met elkaar maar negen. Dat is een hebby at die Alle sollicitatiegesprek van Hier is morgens, de vrouwen na 11 uur. Als je bij hem 11 uur daar. En dan ga je voor een sollicitatiegesprek. Mino bedrijf, nee, ook, toch? Het is een radiostation. Middag de Bonden maakte een, een amateuristische indruk. Geen plan B. Het leek alsof ze gerekend hadden op de verschijning van de president. En die directeur heet Reshma Kargu. Dankjewel. Als dat het is, dan hoeft de pastoor niet te komen hoor. Ja, ik het <laughs> Middag, neem. dit is wel buiten de orde, maar heb begrepen dat het niet goed gaat met. Uh... Oké, okay, ga checken. <coughs> Mag ik het nummer van uh, de heer Oosburg? Bedankt. Ik heb het niet. Ze bouwen een uh, oerwoud op die plek. Ze moesten een jam maken met het afbreken van het Oud politiegebouw. Even serieus, meneer Limburg. Deze proces is niet voor het volk gekomen, maar eigen belang. Dus hij lapt het aan zijn laars wat er wil gebeuren op Veundurig. Mee, die brug moet komen voor hun zaken in en de airport, zodat alles dichtbij is voor ze. <coughs> Praat een beetje over de koepkrachtversterking. Nou. Ik moet me laten informeren hoor. Op de hoek van de Pengelstraat komt het hoofdbureau van. Boes is Zo boes, boes is er aan. zo de ma e play. Na zo de ma e play. Als scenario schandelijk. Of Oh, een inbellen. Nee, je moet voorzichtig zijn, toch? Je moet voorzichtig zijn met bellers en zo. Het is goed van tijd tot tijd. Maar zoals ik zei, als dan na gevoelsmatig misdoen dat je dat min of domine doen. Want iemand belt gewoon en zegt eh uh, Lambo. Dus dat maar En dan krijg je een brief morgen dat je dat, dat geroepen is op je zender. Uh, Meneer limbo staat op Star Nieuws. Oh ja, dit ben je toch Laten we even checken hoor als het klopt. Misschien zeggen de veilig, misschien hebben we de veiligheid zo. So. Bonden aan de president zelf gezegd: van president, u moet niet. We hebben informatie dat als u naar buiten gaat, dat dus op grond daarvan kunt u niet naar buiten. Nou, als dat het is, dan is het een andere kwestie. Het College van Suriname heeft, maakt bekend dat in verband met de ontstaande situatie in de binnenstad. ...er verkeersomleggingen worden ingesteld. Zie je wel? De mooie Tjarouk Mek om een beetje om om omweg bakken. Om dit ding, oh mijn god man. Vanaf hier tot nader orde rondom het onafhankelijkheidsplein... ...de navolgende wegen worden afgesloten voor het redend verkeer. wie de combiweg, Kombiweg, Aronsstraat... de Kleine Waterstraat... ...Tamarindelaan, Limapoolstraat, Waterkant, Hoekhuis... Bestuurders van voertuigen komende uit het noorden wordt geadviseerd over de toertunnel hun weg richting het zuiden te vervolgen. Evenzo wordt gevraagd aan bestuurders vanuit het zuiden richting het noorden alternatieve routes te kiezen om hun bestemming zonder oponthoud te bereiken. Jering, hun bestemming zonder oponthoud. Ik wens u veel succes toe hoor, zonder oponthoud. Maar waarom zet je die nonsens in dat ding zonder oponthoud? Je weet dat er oponthoud zal zijn. Je weet dat, mij je zet dat in het bericht. We vragen mensen om, om te kiezen voor alternatieve routes om hun bestemming zonder oponthoud te bereiken. Dat is het alternatieve route. Alla si fila, alla fasi. Dus op het eind van de je de je gaat tap tap passen. Ja, Geloof me, als één weg gewoon even is afgesloten, wordt alles ontregeld. Want dan wordt de tunnel aan een meters lange file. Maar ja. Groet gelijk, Lim, want vriend en vijand luistert naar Lem. Het is toch belachelijk weer met wegomlegging. Zo worden wij geïsoleerd, helemaal. Meneer Limbo, ik moest wel even hard lachen toen ik hoorde dat uh, meneer Ramadin zou hebben gezegd dat de VAP 20 zetels of meer zou halen. Wel, 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 we zijn toevallig familie van elkaar. Maar weet hij dat meer dan drie kwart van de Nikerianen. Uh, ja. Nee, ja, dat is te persoonlijk, vind ik hoor. Trouwens, uh, nee, ik ga het niet lezen. Niet voor de uitzending. Goedemiddag kunt u informeren als uh, dit op waarheid berust. Dat de president in Iker zat terwijl de bonden buiten stonden te wachten wat een schande. Ik weet niet of het zo is. Uh, de uithaal van bronto tegen de roe verschilde is etnisch bedoeld naar Abob. Hij gaat er duidelijk vanuit dat 99,9% van de gilde bestaat uit personen die lijken op de AWOP'ers. In verband met de ruzie onlangs tussen de top van Abab en PL. Deze Israël van Bronto is een under understatement naar Brunswijk. Leg maar uw oor te luisteren naar de centrale markt of elders. Limiddag, het gaat een grote ellende. Zijn als het volk weer voor deze regering gaat kiezen. Echt vier jaar lijkt op vijftig jaar teruggevallen. De mensen zijn het volk opzettelijk en bewust aan het pesten om te rendezen. Weet je, ik hoor veel mensen, uh, mensen daar wil ik wel aandacht voor vragen. Ik, ik hoor veel mensen praten over uitstelverkiezingen en zo, maar. Weet je, er is een ander gevaar dat dreigt. En ik denk niet dat we dat even moeten onderschatten. Trouwens, er is gezegd dat de landen in de regio er iets... Uh, althans, de nodige voorbeelden moeten treffen, dat is die uh, soort uh, pokkenziekte. Apenpokken, samenbroken met al die, die kundus op de mensen hun lichaam. Uh, ik, heb, ik heb begrepen dat, uh, dat de minister een, met een commissie bezig was. Maar ik denk maar Lucas aan dat boem, want als we één fout maken en één geval kregen en dat ding niet kunnen managen, heb je de poppen aan het dansen. En ik denk dat als aan Noaika die want als je een situatie krijgt à la Covid, dat dat ding... ...zich gaat verspreiden, dan uh, gaan de mensen die aan de macht willen blijven... ...in hun vuistje lachen en zeggen van, hé, dit ding gaan we goed kunnen gebruiken. Je weet, president Bouders is dat ook met het vraagstuk van... moet ik die verkiezingen uitstellen in verband met COVID? Lang vergaderd daarover. Of moet dat ding gewoon doorgaan? Uiteindelijk heeft hij het besluit genomen van de doorweren. Isabi, nou hopen we niet dat de huidige president... Ook voor zo'n uitdaging komt te staan met het ding. mocht het zijn dat als een brike ja zo los. Ik zei nog aan de mensen hier even: als een panaja zo wordt, alles hier hermedisch afgesloten. Geen enkele gast komt binnen niet eens een hond. <laughs> om in termen van borger te praten. Dat is echt besmettelijk. Maar goed, goed in de gaten hoor. Je weet, ik zeg het omdat ik weet hoe de maand ja zo inrenna. Last minute dat we op organisatiegraadja, is altijd uh, een grote grap. Isabi, niks kunnen we organiseren, las dan. Goede planning maken. Kijk wat er gebeurt in de gezondheidszorg. Met dat erbij. Dus school begint dat uh, was een box, toch? Dat was ingewikkeld, nee. Dat ga een YKDC. Isabi, waardoor we, waardoor we naar elkaar opgeven. met zitten kijken. Volksgezondheid. Heeft niks te bieden al. Dus goed de voorzichtig. Laat men al zodanig beleid uitstippelen dat. voor uh, de mensen voor de ziekte buiten de deur houden. Ik moet nog een zijn want. we zijn al een tijdje bezig, no? Zonder gas. Dat is al COVID of doen we gaan stemmen? <laughs> COVID. En ik wil ook gaan stemmen. Koevef. Het gaat erom. De man, de man daarom daar uh, om. Isabi. Dat is niet Wie zijn de mensen die om uitstel van de verkiezingen vragen? Die oproep komt waarschijnlijk van de regeringsgezinde mensen. Goedemiddag, leer mij alles jullie namens. wat vind ik mooi. Lemme mij alles jullie namens. Vraag aan Bagan zou u het onderwerp nazistaat kunnen behandelen, AUB, om het volk wakker te houden? Oké, okay, uh, limbo was er een aardbeving bij AZ? Nee, hoe komt die erbij? Het Surinaams volk is uh, slap en nogmaals slap. Een regering kan een volk niet dwingen om ze te accepteren. Het volk mag daar tegen wel opkomen. dan moet je caller ID hebben ja caller ID werkt niet altijd dan in andere landen komen er vervroegde verkiezingen omdat het lands fundament op barse staat alleen in Suriname wil men geen of vervroegde verkiezingen organiseren men is bang voor verkiezingen wat 68 berichten Oh nee, ze is allemaal in een, uh, een appgroep van journalisten. Na het bezoek van de boerenklif was het niet nodig wegen om te leggen, hè? Jawel, zie daar weer. En wat als de mensen dit dingen zo bekijken? Uh, dit lees ik straks. Dan ga weer veiligheidsvest. Anoshi uh, samsa. Naar Trump. Eh. Ik heb dit niet bij. Panneke tjanneke. Ik zeg gewoon. Deze berichten zijn niet voor de uitzending, man. Ori spreekt zichzelf tegen. Hij vindt dat omdat het basisonderwijs niet bij leerjaar 8 stopt, de kinderen, de kids geen getuigschrift krijgen. Je moet daar wel consequent zijn. Hè? Als basisonderwijs niet stopt bij leerjaar 8, moeten de kids van leerjaar 9 en 10 dan groen uniform blijven dragen. Het is toch basisonderwijs? Oké. Okay. Uh, de crisis heeft haar kookpunt bereikt. De rek is eruit en de vakbond is op haar wafel gevallen bij de rechterlijke macht. De harde werkers zijn vandaag geschoffeerd. Het was te verwachten omdat hun eenheid heel laat is gekomen. Uh, nog erger is de oproep van AZP over gepensioneerde werkers: dat die moeten aansluiten. Weet je dat de COVID-gelden nog steeds niet zijn uitbetaald? Naar Broedou-Aregering-Dissie-Ebroedou-Rokomang. Voor enkele jaren terug zou ik uit respect voor de rechterlijke macht hun niet bespreken. Maar ze hebben getoond dat mevrouw ...om onborsu zonder blinddoek rechts spreekt. Daarom zijn ze dat drie keer voorzien van loonsverhoging en een salariscorrectie met TWK. Ja, dat zijn de berichten die binnenkomen bij haar. Safalikke reageert nog meer. Uh. Bek is er niet meer, broeder. Oké, okay, kijk, als meneer Kensmeel dat zegt. Maar dan wanneer dan? Zo'n man had toch wat. Meneer Kensmail, publiciteitsdienst. Zo'n man had toch wat meer uh, airplay moeten krijgen als dat zo is dat hij is ingeslapen. Eh. Uh. Oké, okay, dat uh, is voor mijzelf. <laughs> er speelt een gedoe bij de De OD, die pas is geïnstalleerd, is staande voet ontslagen. Alle personeelsleden leden eronder. Zelfs de salarissen kunnen niet gestort worden. Graag vragen wij van de wiegenautoriteit hulp, want dit kan niet zo doorgaan. Uh, die meneer kan niet naar binnen, want zijn afdeling is, heeft zijn afdeling uh, afgesloten. De deur en de poort van het bedrijf die zijn uh, op slot. Wat gebeurt er allemaal? Ik check het. Bij wie 3 Oh, kreeg een bericht van meneer Poel. Kan hij nog komen? Uh. Je hoort mij typen, hè? Zo so gaat dat aan toe. Meneer Doetakki, ja, zo. Oh, de minister heeft inderdaad gereageerd op Vers. Maar dan moet ik eerlijkheid zelf dat ook lezen. Het zou de Vers als vereniging van. Even. Het zou de Vers als uh, vereniging. Het zou de Vers als vereniging van enige professionaliteit sieren. Als zij het ministerie van Volksgezondheid op een formele manier hadden benaderd om de verrichtingen van het ministerie te beoordelen, zeker als het gaat om het gevoerde financieel beleid in de zorg, dan zou de VES tenminste weten wat het uitgangspunt is geweest voor dit ministerie, zeker de regering in juli 2020. Dan zou de VES weten welke financiële interventies gepleegd zijn. Vanuit het ministerie om de gezondheidszorg te redden, zeker in ogen schoon nemen. De COVID-pandemie en de effecten gedurende en na de pandemie, waarvan brain drain zeker een van de grootste uitdagingen geworden bleek te zijn in de post-COVID-fase. Het zou de versieren om als organisatie te helpen nadenken hoe Suriname de minste schade zou kunnen leiden terwijl er een internationale migratie. Van zorgwerkers schade is. Recente rapporten van gezaghebbende financiële instituten, als de Wereldbank, maar ook de WHO, ILO en andere organisaties maken melding hiervan en geven beleidsmakers de nodige adviezen. Waar wij als ministerie in bijna alle opzichten die adviezen trouw hebben opgevolgd. Ja, dat zijn enkele. Ik heb een paar, niet alles kunnen lezen van de reactie van de minister. Op de VES. maar Eigenlijk zou je ook niet op alles moeten gaan zitten reageren. De mensen geven hun mening. En, uh. Hoorde je ook dat Atompai minister Amoksi oliebol noemde? Hij versprak zich en René van Staarnieuw zei oliebol toen zei, minister, toen zei hij minister Amoksi. O, is, het, is het zo dat uh, dat Puddy, die samen met jou zit op de woensdag dat het zijn vader is die overleden is? Ja. Meneer René. Het is zijn vader die is ingeslapen. Een passage uit het Grote Boek geeft aan: drink niet al de dagen van uw leven water, maar drink ook wijn om u van binnen te reinigen en te genezen. Van eventuele aandoeningen. <laughs> nou, daar ben ik voor goed genezen, Mijn drie drie hoampjes. Sinds mij ben begonnen, natuurlijk. Eh. Zo, so, ik heb alle advertenties laten horen, Allah, denk ik. Maar weet je nog hoeveel spotjes er zijn, hoeveel uh, berichten? En ik heb even nog geen zin om weg te gaan, dus blijf nog even met me. Ook weer dagelijks, doe even drie mannen aan die. nog bij de, en wat tapa is. Laat er een opiniepeiling worden gehouden in Nigeria dat zal uh, men zien wat de uitslag is. Dat zal meneer Ramadin gaan schuilen. Goedemiddag, deze gasten willen niet weg. De mensen kunnen niet over lijken lopen om aan de macht te blijven. Maar ze vergeten één ding, een ieder gaat eens dood. Uh, limbo, ik vraag me, ah, mezelf ook af. Er is geen geld, maar... Welk geld en of waar vinden ze het geld om zo over heel de wereld te reizen? Nou, omdat er geld is. <laughs> Middag, nou een biggie biggie van Dina SWM, Mika Watrane, kom uit dat kraan zeg. Asso ade. Per go pas half, pas, per fit, fit go pas over half. over 4 horas en Godor na 5 horas Norman was overal over over 4 in es jornada na 5 horas ekba I mean most good on the Yezela vegetacomcing electricity be con we have a hoop dat ik morgen wat gasten vind hoor. Het is niet altijd makkelijk om. Uh... Niet altijd makkelijk. We gaan uh, eruit. Meneer Panka stuurt me hier een bericht. Politiek café, wat is dat? Thema: algehele politiek, sociaal-maatschappelijke situatie in Suriname. Banka komt aan het woord, de heer Kerpens en meneer Parmiser. Wat is het dan eigenlijk? Oh, dit is, hij? is hij Holland, 31 augustus. Dus al die tijd, banka -no ja. Staat uh, adres Zanderij, Amstelveen, 1 uur tot 5 uur. Toegang gratis. Maar laat mij de mensen hun berichten, want dat bericht moet ik ook nog lezen. Eh. Uh, heb ik bijna over het hoofd gezien. Dat is een advertentie eigenlijk ja. Pas aan Meneer Pinaas. Eva Uno. de IMF Hij Nabaka. Ja, ik heb het gevonden. Bekendmaking familiedag stichting Swersi Misalibi. Plantage Zwitsergrond. Wel gelegen. De stichting nodigt alles nazaten uit voor een familiedag. Op zondag 8 september, locatie Tori Osso, Geldershoofd 72, 1103 BG Amsterdam Zuidoost. Ze beginnen om half 2 tot 5 uur, inloop is 1 uur middags. Thema: kennismaking met aanwezige nazaten, de doelstelling en ontwikkeling van de stichting. Aanmelding via app: Orlanda van Bozee. 06 690 488 Nogmaals, Orlando van Beauvais. 06-22-690-488. Of Gwendolen van Hetten. 06-23-30-51-50. Gwendolen van Hetten. 06-23-30-51-50. Aanmelden verplicht informatie met de catering. Sabi Jurutu, je familie. Sabi Jurutu, je familie. Mensen, uh, die artiest Bissiel Watsam. Die uh, heeft hier op. Heeft, heeft op Vrijdag 30 augustus is het kaskau fest in die venue. Die artiest, die, 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 die venue komt eraan. Die artiest Bisil uh, Gwatsami heeft uh, hier drie weken gestaan op één met Maningen en intussen Amame Kwanyum Pogo. En ik vind die song zo goed, you know. die plaat heet happiness, uh, die plaat is al op de, op de top 10 bij ons. En ik denk dat hij wederom. De nummer één positie al halen. Maar niet met dit nummer. Bizil Watzaam is zo'n talentvolle jongen. met uh, een bepaalde stijl. Dus we moeten dat tot slot. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat mij bedanken de mensen die geparticipeerd hebben. Niemand, dus. <laughs> ik, heb, uh, ik heb geen gasten gehad. Uh, ik moet uh, de andere uh, uh, nieuwsmedia bedanken. dat ze. dat we de live konden volgen. Uh, om precies te weten hoe of wat, Sun, Web, uh, Star News, DTV. Jongens, lobby respectie. We zijn allemaal één. Dus ja, zeker aan eenheid, wat we gedemonstreerd hebben in die case, van niet dat we op dit moment we moeten dat behouden, die eenheid. Want we zijn allemaal, doen we dezelfde job. Allemaal tapijtig vast. Uh, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. We zijn er weer morgen met een nieuwe bacanatori. bedankt ook de jongens hier en we gaan luisteren tot slot naar die plaat waar ik het over heb van uh, Bisil Watsam. Wij Singadis deze ook na passie, met en ook met happiness. Hou hem in de gaten. Goedemiddag.